Zijn jullie het er al? Yo, 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 yo. Welkom op een nieuwe vlog. Jawel, mijn naam is Dimitri Remus. En het is kak weer. K-A-K. Kak weer. Ook voor geen hond door te jagen, want het is weer goed aan het regenen hier buiten. Wat ik mijn eerste taak moet gaan doen, dat is mijn vlog in de upload gooien. En dan ga ik al richting mijn werk vertrekken. Maar vooraleer dat ik richting mijn werk kan vertrekken, moet ik toch ook wel eerst mijn veiligheidsschoenen aandoen. Want dat is daar verplicht. Ik voel me nog niet echt 100%, maar ik heb wel redelijk wat livestreams en al voor jullie kunnen afleggen. Toch de laatste week nummer 10. Ik heb ze ook eens opgesomd op mijn website www.psychotv.be. Daar kun je de livestreams nog eens herbekijken. En nu ga ik eerst Logitech altijd opstarten. Logitech Gaming Software 9.04. Waarom? Wacht even, hè. Waarom? Omdat dan mijn sensitivity dan iets lager ligt. En hoe lang duurt de upload? Dat kan ik jullie ook al trekken. Zeggen en dat is upsetterie. Valessa. Hashtag 14 minuten, man. 14 minuten heeft hem nodig voor up te laden. Dat is juist genoeg. Want dan moet ik echt gaan vertrekken hier uit mijn appartementje. Ik ben blij dat ik gisteren nog de afwas heb gedaan. Nu wat er nog alleen nog vandaag nog wat op programma staat, dus wat de opruiming doen. Ja. Om 19 uur. Oh, 19 uur, 19 uur, 19 uur. Op de 11e maart plannen. Oké. En dan ga ik eens even dus richting Discord ook al eens surfen. Eens even kijken wat voor vragen dat daar allemaal is al eens binnengekomen. Misschien dat ik er al een paar kan beantwoorden. Maar ik ga wel al de nieuwe topic ook al openen op mijn Discord. Voilà. Nieuw. Plus 7, dan zijn we de 18e. Jawel, 18 maart 2024. En dan de week erop, de 25e, heb ik weer al vrij. Jee. 18 maart 2024. Voilà. Oh ja. Moet ik een tekst kopiëren en plakken continu. Kopie plakken fans at fans vallen. En dan moet ik de datum nog veranderen. Dat is dan de 18e en de 19e komt hem dan online. Post. Voilà. Van 18 maart staat nu ook al online. Post sluiten. Dan van Q&A. Wat is je van Mike Oxwal? Wat is je favoriete snoepgoed? Die Coca-Cola flesjes. Oh, die kunnen zo heerlijk zijn. Gaat Beakke leren opruimen als jullie samen gaan wonen? Ja, natuurlijk. Ik ga haar daarbij helpen. Daarom dat we met elkander. Zo kunnen we elkander wat aanvullen. En kunnen we ook elkander, ja, beter verstaan. Dan intern. Wanneer ga je je kassen kopen in plaats van alles in van die bezorgboxen te steken? Volgens mij heb je aan €500 waarborg van die boxen staan. Welke boxen? Bedoelt je van die Colruyt boxen? Dat is even weten. Dan ben ik de slimste. Hey Dimi, wie gaat RB haar vuile onderbroeken wassen als jullie samen gaan wonen? Gaat jouw mama dat uw eten voor twee personen door de blender jagen? Welke meerwaarde brengt BME bij het gaan samenwonen? Is BME geschikt voor het arbeidsmarkt?
Bea is zeker geschikt voor arbeidsmarkt, maar ze doet dat op haar manier. Punt uit, op haar manier. En komen er armschapjes van jou beiden op de wereld, gelieve eerlijk antwoord te geven? Dat weten we nog niet, dat wijst de toekomst uit. Dat is de eerlijkste antwoord wat ik jou kan geven. Dat wijst de toekomst uit. Leuke P. Wanneer gaat je u excuseren dat je gelogen hebt over geen livestreams door zogezegd 28 uur renderen, maar dit eigenlijk was door te veel gedaan heb in die dag? Wel, ik heb toch wel redelijk veel livestreams in week 10 gehouden. Dus ja. Wanneer gaat je de twee mislukte livestreams inhalen? Die zijn al lang ingehaald. Benny, hey Dimi, wat vind je ervan dat Bea Chrisje helemaal wegduwt heeft in jouw leven? Heeft Bea haar volle gewicht gebruikt om Chrisje aan de kant te duwen? Wat kan Bea goed in huishouden als jullie gaan samenwonen? Ik zie haar alleen maar de lui hen uithangen. Ze kan goed afwassen, ze kan ook schoonmaken, noem maar op. Ze is wel handig. Ze is handig, ook in het huishouden. Dus daar moeten jullie geen zorgen om maken. Echt niet. Echt niet. En dat Bea Chrisje heeft weggeduwd, dat is ook totaal niet waar. Ook totaal niet waar. Want jullie weten, jullie zien alleen maar de beelden waar ik nu aan het opnemen ben. Dan weer een leuke P. Nogmaals dezelfde vraag, aangezien je 9 op de 10 kansen hier niet eerlijk en duidelijk geantwoord op hebt opnieuw. Wanneer heb je je excuseer dat je. Dat heb ik al beantwoord. Waarom weer geen vlog? Ik had een baalweek. Echt waar, ik had echt een zware baalweek. Mijn auto kapot. Mijn rekening die in het rood staat, noem maar op. Ik heb nu nog momenteel. Nu om 7:11 is nog momenteel mijn weekgeld nog altijd niet gestort. Dus daar moet ik ook opnieuw weer gaan achterhoren. Noem maar op. Ik heb even een hele moeilijke weken achter de boeg. Ik zal het zo zeggen. Dan, voor een dagelijkse vlogger upload je inderdaad weinig dagelijks. Dat is wel weer al wel waar. Maar ik probeer altijd mijn best te doen. Elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Als het dus niet sluit, ja, sorry dan. Hallo Dimitri, dan die. De Skalle Sander. Hallo Dimitri, vind je het jammer dat je alles negeert? Kan je eens uitleggen waarom Tine maanden niet. Betaald is geweest zodat je hebt offline gezet. Wel, dat is niet bij mij, dat is bij OCW. Voilà. Hoe is uw brolkabinetje nu al kapot? Ja, die is al kapot geweest. Dat was gewoon de stengel van de pook die gewoon te verouderd was. Voilà. Dan Mike, ga je een timelapse doen van de opbouw van uw kabinetje tot camper? Nee, want dat ga ik sowieso niet doen. Die omvormen tot camper. Welke ontbijt ga je meedoen na de LAN? Na de LAN. Ga je chips eten op de LAN? Nee. Ik ga wel ontbijten op de LAN. Hoeveel tickets zijn er al verkocht op jouw groepje? Dat weet ik niet. Dat kan alleen maar 6-6 zien. Ga je twee schermen meenemen? Ja, waar ga je zitten? Terug aan de mainstage. 9 van de 10 kansen ga ik daar weer al zitten. Ja, waarom drink jij cola als je maagzweer hebt? Ik ben niet in de medische wereld thuis, dat ga ik al eerlijk zeggen. En merci voor die tip dat cola de maagzweer aantikt. Daarom dat ik ook nu meer Airhub drink. Met persiksmaak. Voilà. Dat moet je dan eens even gaan schikken. Even achteroverleunen waar ik mijn kabas heb gelegd. Die ligt nog hoogstens nog in de auto. Hopelijk. Zelfs nog eens achter de gordijnen kijken. Oké. Dan, een leuke P. Waarom eet je 3x4 vierkantige eclair en daarna een kinderfriet met 3x XXL? Nee,
Dat heb ik totaal niet gedaan. Totaal, 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 totaal niet. Dan die elevator komt, BHB jou wonen. We zijn naar een woning op zoek. Gaan jullie huur delen dan? Vind wel dat dit moet. Ja, natuurlijk gaat de huur dan gedeeld worden. Is BH ook graag chipolatenpap? Dat weet ik niet. Kan je ons eens uitleggen hoe je chipolatenpap maakt? Of is dit geheimje van mama Remers? Ja. Nee, dat is gewoon aardappelpuree. Dan smaandags met gele currysaus. Dan nog appelmoes en chipolata. Die gele currysaus wordt dinsdags vervangen door spinazie. Dan dus aardappelpuree, spinazie, appelmoes, chipolata. Woensdags eet ik spaghetti, zondag spaghetti, vrijdag, zaterdag en zondag overleef ik wel op mijn eigen. En dan zoek ik wel eens soms eens uit wat ik dan wel nog eens variatie eet. Hoeveel dagen per week werk je? 4 op de 5. Slecht weer werken vandaag, maar gelukkig werken niet op de geschutte werkplaats. Heb je weer verlof vandaag? Dat is deze nacht gepost, dus nee, ik heb dus geen verlof vandaag. Heb je die zwarte dildoeken nog die je hebt gekregen? Ja, die heb ik nog zeker, maar die staat ergens ver weg weggeborgen. Dat daar nooit in beeld zal komen. Heb je deze al eens gebruikt? Nee. Mag ik deze als deze niet hebt gebruikt even lenen voor een avondje? Nee. Ben je nog actief op de platform zoals Bullshit? Nee. Ben je ooit vreemd gegaan op Bea? Nee. Kan ik ook al sowieso al direct nee op antwoorden. Denk je dat er iemand beter bestaat voor jou dan Bea? Als je slim bent, zeg je ja, dat ben je alles. En het beste is, anders ben je boos worden, maatje. Bea is alles voor mij. Of anders heb ik nooit zo fel gevochten voor haar. Nooit. En zal ik... Ik zal altijd blijven vechten voor Bea. Hoe ze ook is. Punt uit. Wanneer Floske samen met Stefanos, jij kan veel leren van hem. Ik zal daar wel eens over nadenken. Voilà, dat waren de vragen van Discord. Ik zal ook nog gauw YouTube er nog gauw erbij nemen. Daar heb ik ook nog even de tijd voor. Video's. Want ik heb toch niet zoveel gevlogd. Hup. Vlog 1760, daar zijn 6 reacties op gekomen. Timmy, knoop het in uw kop. Je gaat nooit in uw leven kunnen stoppen met roken. Nee? Daar ben ik toch wel ver mee bezig, hoor. Dan Peter Cedi, wij horen niets, gastprutser. Ja, dan moet ik direct wel eens behoren, want... ik heb mijn headset ook nog niet eens insteken. Dus daar is nu ook een reclameclipje van 9 seconden nog bezig. Dus ik moet nog snel zijn. Yes, ik ben nog juist tijd. Ah ja, jullie horen niks. Dus over waar ging het weer al? Laat het even in de comments weten, hier onderaan. Dan kan ik het nog eens een keer erin editen. Stop ermee, maat. Altijd die leugen en bedriegen. Uw kanaal is dood. Dat is niet waar, Lucas. Of EXO! Dan Pony Crusher. Eerste. Love you, love you, love you. Dan hebben we nog vlog 1761. Daar zijn nog 0 reacties op gekomen, maar daar komen we nog wel binnenkort wel nog reacties op, normaal gezien. Allee, mensen, ik ga nu eens door richting mijn wijk vertrekken, of anders zeg ik wel zeker te laat komen. Ik zie dat mijn vlog ook bijna geüpload is, nog een goeie 24 seconden, 22, kijk maar, dames en heren, ik lieg niet. Jawel. Ziet die timer maar eens omlaag gaan. Nog 11 seconden, 8, 7, 6, 100% al. Voilà, mijn video is geüpload. Dan kan ik ook mijn computer dan ook afsluiten. Voilà, ik zie jullie allemaal straks terug. Dus ik hoop dat jullie al ook van de Q&A hebben genoten. Dus tot straks. Yo. Ah,
Over mijn kabas gesproken, hier ligt hem. Dus ik heb dit nodig voor gaan te werken. Dan heb ik ook nog dit nodig, mijn mesje. Oh, wat ik ook nog zie, wat ik ook nog moet uitzetten, is mijn studiolamp. Voilà. Ik ben alles in one take shot bezig, hè, dames en heren. One take shot. Voilà. Ik zet jullie even daar. Dan ben ik ook mijn rode jas aan het zoeken. Die hangt daar ginder. Die ga ik even zo ook halen. Daar zit ook mijn portefeuille in. Voilà. Dan het volgende. De erfles. Voilà. Is dat hier ook in. Rugzak op. En vertrekken maar richting de regen in. Vrees ik nu zo... Ja, en uw lichten dan? Wacht. Wacht, hè. Lichten uit. Goed, 8 lampen. Ja, mijn slaapkamerlamp heb ik weer gewoon uitgezet. Voilà. Nu richting mijn wagen. Voilà. Zo. Ja, dat mag er wel eigenlijk vanaf. Hersteld. Er is al veel gebeurd, hè. Nog een keer, orde. Voilà. Ik heb mijn sleutels. Ja, ik heb die ook in die mouw gestoken waar ik alles wegstak. Nu, wat doorwandelen. Want het is aan het regenen. Oh, echt waar, mannetjes. Zo slecht weer. U staat besteld. Moet ik in natuur? Wat kun je niet zeggen. En dat is ook weer waar. Moet ik in natuur heeft dat besteld. Maar leuk is iets anders. En wij mag altijd maar klagen en zagen, hè, mensen. Klagen en zagen. Voilà. Ik ben mijn poeleke aankomen. Hupsat re, rugzak af en dan gordel om. Kijk maar mensen, ik doe mijn gordel ook om. Eerst mijn deur te doen. Rustig, gordel om. Hupsat re en vertrekken maar. Tot straks allemaal. Yo yo yo. Ah, jullie zijn er al terug. Jij bent juist even panels binnen geweest. Jawel, 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 jawel. Dus voor mijn broodje gaan uit te halen. Dan mijn kabas terug toegedaan. Gordel terug aan. En dan weer al vertrekken maar. Yo yo yo. Hey, kijk eens. Voilà, dankjewel mama. Voor mijn heerlijke eten. Ja, jullie weten het, hè. Chipilata pap. En nu laat ik dat dus een minuutje opwarmen. Nee, daar gaan we niet blijven op kijken hoor, mensen. Ja? Gewoon ja of nee, mag ik? Ja. En dat is hier weer de drukste van je welse hier op mijn straat. En het is zo kut. Kut weer, wat ik deze morgen ook heb gezegd. Echt. Want mensen,
Kijk maar, daar is zo op dat zwart, daar zit je die puntjes zo wat omhoog schieten, de druppeltjes. Ja. Voilà. Maar nu is mijn eten klaar, hoor maar. Je hoort. Cool effect, hè, mensen. Cool effect. Dat ik wel met mijn hand. Ah, wel, weet je wat ik ook... Dat is toch iets van vroeger wat ik ook ga zeggen. Vroeger had je gewoon de camerakjes. Zo, trek eens. Ja, de oude camera's. Ja, de fototoets. Echt naar de fotograaf moet gaan voor die data af te drukken, dat bedoelt je? Nee, dat weer al niet. Ietsjes later nog. Dus, wat bedoel ik daar dan bij, mensen? Dus zo gelijk dit. Daar hield ik vroeger altijd echt heel goed vast in achtbanen. En dus ja, in rollercoasters die ook over kop gingen, twisters maken, noem maar op. En ik film me daarbij. En nu, wat ik ook zo wat erg vind van... Oké, ik wil dat nog altijd op de oude manier doen. Ik zal dat ook wel nog altijd op de oude manier blijven doen. Dit, zoals de GoPro's, ja, die monteren ze op de attractie. En dan, ja, oké, je hebt dan wel stabielere beelden. Maar toch vind ik nog altijd de oudere systeem nog altijd het leukste. Ik ga nu rustig eten. Dan morgen vroeg maak ik de bed op. Nee. Oké, want het lijkt precies aan verwarming op de kamer. Ah, amai, is dan daar zo warm? Hoe warm is op mijn kamer? Het voelt warmer dan het is. Het is nu 19,2. Van vocht is het 41. Ja, daar is nu redelijk veel vocht ook in de lucht. 41% hoor ik van mijn schat. Dus dat is ook wel redelijk veel. Ik zal jullie direct eens laten zien, hè. Nog eens de chipilata pap. Ik ben terug wel beginnen te eten en al. Dus dat is goed. Voilà. Yum. Dat is lekker, mensen. Dat moeten jullie ook maar eens proberen. Dus, aardappeltjes met gele curry sauce, appelmoes en chipilatakjes. En dan goed mengen. Dat je een mooie hutsepot hebt, mensen. Een hele mooie hutsepot. Voilà. En ik heb het warm. Wat heb ik vandaag gedaan? Ai. Wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Ik heb eerst... zakjes moeten tellen tot 10. En dan in een doos steken. Zakjes, zakken. Dan ook de doos toetapen en stapelen. En dan zo aan het einde van de werkdag heb ik dan nog de dozen moeten opensnijden. De dozen moeten bestickeren. En de inhoud van de dozen ook leegmaken. Op de tafel zetten dat mijn andere collega's daar gewoon kunnen bestickeren. Voilà, dat was het. Dat was mijn werktaske voor vandaag. Dan ben ik ook nog, jullie hebben het al gezien, waarschijnlijk in mijn vlog, ben ik ook voor mijn schatje nog gauw naar de Panos gegaan. En ze gaat lekker gezond eten. Ja. Ja. Gezond en niet gezond tegelijk, hè. Hoe dat? Krabsla is niet gezond, daar zit mayonaise en zo in. Ah, krabsla is blijkbaar ook niet... Ja, dat is gezond en niet gezond. Oké, daartussenin dan. Oké. Okay. Wel gewoon groenteplein, toch? Klopt. Ah, wel, krabsla met groenten, moet je dan gewoon zeggen. Een broodje krabsla met groenten. Broodje krabsla met groenten, moet ik zeggen. Oké. Okay. Ja, dat is ook lekker, hè. Mhm. Ik ben benieuwd wat de mensen lekker vinden. Wat vinden jullie lekker, ja? Wat vinden jullie lekker? Laat het dus echt eens in de comments weten. In deze Q&A vlog. Dus.
Nu stel ik eens een vraag naar jullie toe. Dat van jullie naar mij toe. En ik hoor hier weer ook een schuif. Maar ja, ik ga nu verder eten. Alleen zit ik hier nog te overleven met water. Ik heb nog geen frisdrank. Dus... half acht. Oké. Allee mensen, ik zie jullie straks al zo terug. Yo, yo, yo. Zo, kijk eens. Ik, eigenlijk is ook elke maandag, wat ik ook nog altijd doe, eigenlijk naar mijn allerliefste moeke bellen. Ja. Oh. Dat is fout. Dat is de juiste. Was de foute nummer in aan het geven. Dus even kijken of ze opneemt, hè. Hallo? Hey, Moeke. Hey, jongske. Alles goed? Ja, bij u nog alles goed. Ik hou oud vast. Het valt mee. Ik heb eindelijk terug mijn gewone cola terug van Everyday kunnen vastkrijgen. Alle dan. Want ik heb nu 12 flessen, luister goed, 12 flessen voor 7 euro. Ja. En wel, als ik hier ook in de oké ging voor de echte Coca-Cola, kon ik maar 2 flessen meenemen. Gewoon 2 flessen. Ja. Tegenover 12. En hebben ze geld gestort? Ze hebben mijn geld gestort, ja. Je zit al altijd de moeg te vliegen en dan... Maar... Ik heb wel een administratiekostenherinnering binnengekregen van Telenet, wat Glenn zelf uit zijn eigen zak gaat betalen. En ik heb ook een Telenet gehad en mijn gaat opslaan. Mijn kan hoogstwaarschijnlijk nog afslaan. Ah, allee dan. En is er een auto nog niet kapot? Nee. Allee dan, zo is het beter. Maar die zuipt wel veel. Ja, Dimitri, die redt snel. Papa heeft mij dat uitgeleid. Je trekt drek op. Je redt ook wel de dinges. Je moet een beetje langzamer en een beetje niet zo rot trekken. Moeke. Dan komt je er wel. Moeke. Ja. Luister nu eens goed. Ik heb deze morgen de oude baan genomen naar mijn werk toe. Ja? Ja. Ik vertrok hier bij mijn thuis met, op mijn kilometriek met 204 kilometer, dat ik nog kan rijden. Ja? Ja. Ja. Ik kom op mijn werk aan, dat is maar 20 kilometer. Ja, van bij mijn thuis, ja, van hier tot op het werk is maar 20 kilometer. Mm-hmm. En volgens de auto had ik al 120 gereden. Dat er erdoor is gegaan, door mijn afbak. Dat kan de kans niet, ja. Ik kan nu nog maar 80 kilometer rijden van de 200. Waar, ja, zo snel is die leeg. Dimitri, dat moet je toch eens zeggen tegen een pa. Ja, ik heb dat al gezegd tegen... Ik heb het al gezegd tegen papa, maar mijn papa wil het niet geloven. Dan zal ik het eens vragen aan een pa. Die verzoekt... En weet je wat? Weet je wat je ook kunt zeggen tegen een pa? Nee. Pak jij de auto in en kijk eerst naar de kilometriek en rijd dan eens en kijk daarna eens. Kijk wat hem opgedaan heeft. Wat ik ook eens kan doen bijvoorbeeld is, zeg het. Als ik hier thuis vertrek, dat al opschrijven of een foto van maken en dan als ik dan op het werk arriveer, daar opnieuw een foto. En dat kun je doorsturen. Of ik laat het gewoon zien. Ja, voilà. En dat kun je ook. Ja. Allee dan. Dat is goed, ja. Alles in orde. Alles stilletjes af aan in orde aan het komen. Ja, dus te hopen. Dat het een beetje kalmer aan is voor Europa ook en voor mij ook. Want je jaagt ook drek op altijd. Ja, maar ik heb wel Glenn onder zijn gat schotten. Ja, maar als jij dan zo begint tegen mij, ja, Dimitri, jij gaat omhoog en dan kan ik niet meer tegen. Kalmke zaam. Ja, oké.
Allee dan. Dat is goed, ja. Nog iets? Nee. Allee, want, dan is het goed, joh. Heb je volk bij u thuis? Nee, daar is iemand aan het zingen op de televisie. Ah, oké. Okay. Of aan babbelen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Heb je dat van Niels de Stadspater gehoord? Ja. Die heeft zijn hele loft kwijt, hè? Ja, en heb je ook gehoord op de radio deze morgen, daar zijn mensen die een e-mailje gestuurd hebben en die hebben gezegd, die stopen dat zijn platen allemaal kapot zijn. En weet je wat er ook nog gaande is, wat Niels de Stadspater ook eigenlijk niet wilt? Ja. Dat er op verschillende websites zijn er crowdfundingen nu gestart rondom Niels de Stadspater voor geld in te zamelen, voor hem te steunen. Ja, maar het probleem is zo van, kijk, stort er alsjeblieft geen geld op, want je zit je geld kwijt, want dat komt sowieso niet aan bij Niels de Stadspater. Die steekt dat gewoon in hun eigen zak. Ah ja, Dimitri, ik heb toch niks als ze moest rondgaan. Het is toch geld genoeg voor een ander. Zeg, zo... En hij is verzekerd. Ja, en dan ook nog zoiets. Zoals Acid, die moet 20.000 euro aan reuzegommers betalen. Ja. En ja, die heeft dan ook zo'n steunactie opgestart. En die heeft in totaal 170.000 euro bijeengezameld. Amai. Dus ja, die 20.000 euro, hè, wat hun hebben gevraagd aan de rechtbank, ja, Acid, je moet 20.000 euro gaan betalen, hè. Dat moet hem niet betalen, want hij heeft hem allemaal kunnen verzamelen via allemaal de kijkers van zijn kanaal. Ja, ja, en dat weet ik wel. Ik heb daar ook geen euro aan gegeven, maar wat ik dan wel heb gedaan voor die gast dan, is ja, die artikel van zijn steunactie ook op mijn website gezet. Dus dan steun ik je ook zo wat onrechtstreeks, snap je? Ja, ja. Ja, ja, dat kun je ook wel. Ja, is goed. Allee dan, goeie. Goeie. Dag, jong. Zeg mij er nog een leuke dag van, hè. Ja. Hé, hey, en ja, dat ik bijgelang heb, hè. Ander geld dat je niet doorkost. Ja. Nog bedikken. Allee dan, het is goed. Allee, tot in de week of dan, hè? Tot in de week. Jojo. Dimitrieke en voorzichtig, hè? Zeker weten. Altijd. En je krijgt de groetjes van Bea. Allee, de groetjes terug. Dag. Dag. Voilà, mensen. Nu hebben jullie ook eens nog eens iets totaal anders er is gehad. Ook eens op mijn vlog. Ik heb mijn telefoongesprek is ook eens nu eens gewoon eens openbaar gemaakt. Omhoog van, ik had toch niks verkeerds te melden of zo. Of stoute activiteiten dat ik ging doorbellen of zo. Dus nee, ik heb gewoon naar mijn moeke gebeld. Een leuke babbelke gehad, dat hebben jullie gehoord. Oké, okay, soms keek ik wel eens dus even eens weg. Maar ja, voor de rest is alles goed. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal hoogstwaarschijnlijk nog straks terug. Allee. Ja, voor de Q&A. Ja. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ik doe dat toch zo graag, hè, mensen. Ik weet dan niet hoe dat komt. Yo. Yo. Voor de avond nog helemaal compleet te maken. Ik heb ook nog even ondertussen tijd een dutje gedaan. Gaan we Rummy Cup spelen. Dus ga ik 14... steentjes rapen. We gaan dat eens even meestal tellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 14. Stop. En dan moet je proberen dus vooruit te komen 30 te halen. Maar omdat dat ook mijn lievertje meedoet, kan ik mijn getalletjes niet zeggen. Maar je kunt die wel laten zien aan die scherm verbergen voor mij. Ja, dat ga ik ook zobiet doen als alle steentjes liggen. Op de juiste volgorde. Ik kan uitkomen. Dat is dus al heel goed. Dat betekent, als je voor uit te komen, dus voor te beginnen op het spelbord, moet je sowieso eerst 30 hebben. Maar... weggegeven, dus ik word altijd gestoord, hè. Je ziet het, hè. Dit zijn mijn getalletjes.
En hier ziet je het. Dus mag ik beginnen? Ik kan ook, maar beginnen. Oké. Dus hier zie je ook, dus ja, dan kan ik het ook zelfs even ook zeggen. Dus dat is 10 plus 10 plus 10 is 30. 3 plus 3 plus 3, dat is 9. Dat is tezamen 39. Dan heb je nog deze. Wat houdt deze in? Ik ben nu ook aan het kijken op mijn bord als ik die ook al kan gebruiken. Niks. Dus dat wordt voor twee getalletjes gebruikt. Dus ja, nu weet je wel welke joeken dat ik heb, maar die leg je toch zelfs op. Dus dat zijn twee. Dan heb je ook nog een spiegelbeeld joker. Dan heb je ook nog een zwart-witte joker. Dus dat betekent van kleur veranderen. En dat is de klassieke joker. De klassieke joker kan ik nu gebruiken voor dit te doen. Voilà. 8, 9, 10. Wie niet weg is, gezien. Maar wacht. Misschien wel. 9, 10. Ja. Dus ziet. 8, 9, 10 en 11. Voilà, ça. En voor zoiets, bijvoorbeeld, heb ik een spiegelbeeldjoker nodig. Dus ik ga nog even Rummikub spelen. Ik zie jullie allemaal later terug. Yo, yo, yo. You. Ah. Maar ik ga ook nog ondertussen tijd ook Q-Music All-Stars opzetten. You. Dus ja, daar zit copyright op. Maar mag ik ook iets laten zien aan de kijkers? Want je kunt ook anders 30 opleggen. Oké, doe maar. Mijn lievertje wil het ook nog iets laten zien. Voilà. Dat is 11, 12, 13. Dus 10 plus 10 plus 10 is 30. 1 plus 2 is 3 plus 3 is 6. Is 36 in totaal. Dus zo kan het ook. Het hoeft niet per se met 13 te zijn. Of 11, 11, 11 of 10, 10, 10. Ja. Dus je kunt het op verschillende manieren maken. Ook met een hele lange reeks. Bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heb je dat nodig? Of zelfs de 9 heb ik denk ik ook nog nodig. Voor het de 30 dan te kunnen maken. En zie dus wat ze nog niet nog opgegooid is. Even kijken. Ziet dat is de. Ziet hier is zij nu een. Oranje 4, kleurwisselaar 5, gaat die naar een andere kleur, blauw 6. Hier heb je het juist hetzelfde, hier kan ik nu dus bijvoorbeeld, dat is voor de 10, een 9. Een blauwe 9 of een zwarte 9 gooien, bij wijze van spreken. Leggen. Leggen, ja. Gooien. Maar ja, dus we gaan nog even zo wat Rummikub spelen. Yo, 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 yo. Zo mensen, er is een komen en er is een gaan. Dus ik ga subiet mijn schatje ook naar huis doen. Even de dingen doen. En er is nog iets. Je weet toch dat ik deze fles in de ijskast heb gezet? Ik ben die godverdomme dat vergeten uit te halen. Wat conclusie? Ik ga het eens leeg maken. Conclusie. Een heel stuk eruit. Ik ben die nu gewoon zo stukjes ervan laten onttooien. Maar hoe lang dit gaat duren, dat kan niemand hier zeggen. Dat is 5. Dat is 5 liter ijs, hè mensen. 5 liter ijs. Nou. Je ziet in de pompbak, er ligt bijna nog geen. Er ligt niet zoveel water in. Ja. Oké. Dan ook nog eens even over Rummikub. Wij hebben gedaan. Mijn schatje heeft gewonnen. Proficiat.
Dank u, zegt ze. Dus ik zal eens even de schoos overlopen. Ik had nog de rode 9 op het speer op mijn bord. Maar dit is het geworden 9, 10, 11, 11, 11, 11, 13, 13, 13, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dan heb je hier 2, 3, andere kleur, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 6, 6, 6, 5, 6, 7, 8 en 9. Voilà, ik heb nu ganse speerveld eens opgenoemd. Oh, hell yeah. Ik hoop van harte dat jullie echt hebben, mijn ganse vloggers hebben nog eens hebben doorgekeken. Ik probeer echt mijn best te doen. Morgen zal het wel weer al wat minder zijn van een vlog. Omhoog van, dan wil ik niet echt wat ik op programma wat kan doen. Ik weet het niet. Maar ja, ik kan nu mijn schoentjes aandoen. Ja, dus ik ga jullie laten. Ik moet nog even naar mijn schatje gaan. Ah ja, ik moet ook nog mijn... meter kunnen ook omlaag gooien. Ja. Voilà. Het was wel tot straks maar... allemaal. Nu moet ik nog door die regen. Door die fucking regen. Het is een hondsweer. Wat ik elke keer moet doen, dat is... Ik doe dat overal. Voilà, die is toe, die is toe. Nee, die is niet toe. Eerst toe. En dan kan ik eindelijk naar binnen gaan. Oh my fucking god. Wie heeft die regen besteld? Regen, 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 regen. En de beken hier. De grote herk. Die staat ook alweer al bijna buiten zijn oevers te treden. Jawel, want ik ben er juist langs gereden. Bij mijn kabinetje. Want die beek die loopt ook langs de Tjerdijstraat, hier in Alken. Misschien heb ik nu wel piksjes laten geven van oei oei. Alarm, 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 alarm. Joepie. Terug droog. Geen druppel op mijn lens. Wauw. Geen druppel. Wauw, 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 wauw. Nu ga ik ook richting Petjena. Ik begin open moeten worden. Maar eerst moet sowieso mijn vlog nog in elkaar gestoken worden. En joepie, hier zitten jullie weer al in het donker. Sorry hè mensen. Sorry, 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 sorry. Oei, heb ik mijn gsm bij? Ja, ik heb mijn gsm bij. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Dan moet ik nog gauw eens die spik gaan. Kijk, ik ben ook ergens aan het twijfelen. Hoe zit het met mijn... Deze. Die is goed aan het smelten. Ja. Wat heb ik toch weer veroorzaakt? Maar wel. Oh, lekker fris. Lekker fris, 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 fris. Dus dan weet ik dat ik dat dus nooit meer moet doen. Dat er dan een hele barsting komt.
doe het zo. Nee, zo. Ja. Dan kun je niet meer herstellen. Dat weer over weg te gooien. Ik kan het ook zo niet in de blauwe zak gooien, dus dat heeft redelijk wat tijd nodig om te onttooien. En dat is wat kutjes. 1, 2, 3. Oké. Nu ben ik toch ergens iets aan het twijfelen. Kan die toch... Wat zijn die hier achterin geraakt? Nee. Maar die zullen wel ergens zijn. Ik ben nog niet aan het panikeren. Ah ja, ik weet al waar. Allee, schoentjes terug aan, terug naar de wagen toe, terug. Terug in die regen. Moet kunnen, hè. Want ik zie ze hier niet van op 1, 2, 3 liggen. En dan bedoel ik, ja, oké, ik zal het even toegeven. Waar ik achteraan aan het zoeken ben, zijn mijn... Jawel, die had ik toch hier mee binnengenomen. Want die lagen hier op deze stoel. Dat weet ik nog. Ja. Die lagen hier nog op mijn bureaustoel. Maar waar dat ik die nu heb gelegd, ik weet het niet. Ik weet het totaal niet. Dat is zo... Zo strange. Dat die in één keer zijn gaan lopen. Maar het probleem is ook... Ik moet ook naar de kleine kamer toe gaan. Dat is echt heel raar. Ik heb hem gehad. Ik ga ze nog te goeie zoeken. Ik hou jullie op de hoogte. Wie zoekt? Die vindt... Ja. Die was gewoon langs mijn bed gevallen. Misschien uit mijn zakken. Lichten aan. Goed, 9 lampen aandoen. Sorry. Het zegt altijd sorry, hè. Altijd. Ja, nu kan dan deze hier, hè, en nu terug thuis, ook nog eens de riemenkip eens opruimen. Not funny. Okay, ik dit even hier zo zetten. Oh, dus hoor ik hier even, er is iemand buiten, in de regen. Dan gaan we deze. Ik ga even daar nog wat bijleggen. Dan morgen vroeg trek ik mijn lakens af. En dan na het werk ga ik pas mijn bed verversen, dat ik dan ook eens met matras en alles kan uitluchten. Jee. Dus ik ga nu nog heel snel Rummikje opruimen. Jullie zien het hier. Voilà. Ik ga die allemaal in deze zakje steken. Allee, daar begint het al. Ik laat het langs de tafel vallen. Ik moet toch wel veel doen, hè, mensen? Ik moet toch wel veel doen, hè? Dan subiet nog even gewoon een bosje te slaan. Hier gewoon.
onder deze tafel. Voilà. Zes keer vol. Zes keer weg. Ik dacht dat het straks geval was. Hoor je 9 die gevallen is? En ik heb het ook nog gelijk ook nog, hè. Het is de rode 9. Rassen. Ik heb alles nu weer al weggestoken. En nu even... Voilà. De tafel is weer al vrij. Ah ja, ik kan ook nog eens een pimpampet vraag stellen, maar die ga ik dan wel op internet zoeken. Eens even kijken, hè. Pim, pam, pet vragen. Enter. Even eens kijken. Start. Oké, draai je maar. Noem een die... wacht hè. Noem iets van de computer met de letter L. Laat me nu ook even denken. Licht. Voilà. Ah, daar gaan we nog eens eentje. Oké, iets om te eten met de letter A. Aardbei, iets om te eten. En dan ga ik het nog één keer de rat draaien. Iets in de keuken met de letter... Dat, ik zag geen letter. Ik zag echt geen letter. E. Met de letter E. Elektrisch vuur. Voilà, iets in de keuken. Een elektrisch vuur. Hoi, ik doe het toch zo graag, hè. Nog één keer. Maar ik heb wel een andere website, dus raadplegen. Eens even kijken, hè. Ja, nee, daar zitten geen vragen in. Oké. Pimpampet, race EDC. Nee. Wacht, hè. Pimpampet. Ja, ik heb dat toch bijgeschreven. Pimpampet vragen. Pimpampet kaartjes downloaden. Misschien dat dat helpt. Accepteren met cookies. Een set kaartjes gebruiken met een combinatie van een Pimpampet spel. Ja, maar daar moet je voor betalen. Dat doe ik niet. Oké, Even kijken als dat helpt. Maar dat is in Teams, dat moet ik ook niet hebben. Oké, dan. Ik ga het zo dus doen. Dus, hier dan nog eens ergens iets uitkiezen. Eens even kijken. Even zoeken naar mensen. Even iets zoeken. Nee, wacht hè. Aanvullende vragen misschien. Wacht, hè. Pimpampet kaartjes online misschien?
Nee, we gaan dus de rad nog eens in een keer eens laten draaien. Voilà. Noem. Doe maar. Noem een land met de letter... Oei, ik zit er weer tussen. Met de letter E. Engeland. Voilà, ça. Engeland. Engeland. Voilà. Voor af te leren. Natuurlijk, jawel. Voor af te leren. Iets op de pizza. Oei, oei, oei. Met de letter. Hopelijk T. F. F. Iets op de pizza met de letter F. Ik weet niks. Ik weet het echt niet. Echt. Deze keer is niet. Ik ga een nieuw venster moeten opendoen. Iets op de pizza met letter F. Nu moet ik wel even zelf eens even gaan kijken. Maar begin letter F. Iets op de pizza met beginnend letter F. Eens even kijken, hè. Ik vind er zelf... Oh man, dat is zo moeilijk om op te zoeken. Dus ja, als jullie ene weten, laat het echt in de comments weten, hè. Echt waar, mensen. Ik weet het niet. Dus we gaan nog eens ene keer eens aan de rat draaien. Dus ik weet het niet. Ik weet het dus totaal niet. Oei. Ah, klik ik op doorgaan. En draai je maar. Een stad, dat hebben we al gehad. Een meisjesnaam met de letter R. Rita. Rita van de Bossen. Zat er Rita. Voilà, mensen. Ik ga jullie nu echt laten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog, want het is toch wel een redelijk lange vlog geworden. Daar ben ik echt... ik ben er op mijn eigen ben ik nu deze keer eens content op, dat ik eens een redelijke vlog, een tamelijk lange vlog, toch op, ook om een gewone werkdag heb kunnen neerzetten. Voilà, Sam. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Vergeet zeker aan niet te liken op deze video. Like deze video. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe livestream is. Een video of een vlog. Ja, of een vlog. Vlog, video of een livestream of iets anders. Dat zien jullie dan wel. Goed. Allee. Zoals ik altijd. Yo, 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 yo.